Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we 3 opgaven uit examen Wiskunde B van VWO 2021, tijdvak 2. En het gaat om opgave 6, 11 en 15. Dat is het verzoek van een leerling. Dus laten we even gaan kijken naar de eerste som. Som 6. Oké. Ze zeggen, ik heb een functie en daar zit een parameter in. Oeh, een leuke functie met een parameter. Dus als die p verandert, verandert het grafiek van de functie. ze hebben een lijn k, die raakt de grafiek van f voor elke waarde van p in de oorsprong. Oké, dat is leuk. En de lijn l is de raaklijn aan de grafiek van fp in het punt a met x score naar 2. Lijn l snijdt de y-as voor elke waarde van p in het punt 0,4. Oh, dat is leuk. Er wordt een hoop gegeven in deze som. Hè? Maar ja, dat zal wel. Punt M is het snijpunt van K en L. In figuur 1 is de grafiek van FP weergegeven voor een waarde voor P. De raaklijnen K en L zijn gestippeld weergegeven. Oké. En dan zeggen ze bij som 6, bewijs dat M het midden is van lijnstuk AB. Oké, nou, eerst maar even kijken. Een midden. Midden van lijnstuk AB. Hoe breek je dat? Nou, dat deed je met het gemiddelde. Dus de coördinaten van het middelpunt van A en B. Dat is gewoon de x-coördinaat van A en de x-coördinaat van B. Gedeeld door 2. En de y-coördinaat van A plus de y-coördinaat van B. Gedeeld door 2. Dit is zoals je het opschrijft met coördinaten. Je kunt het ook opschrijven met vectoren. Hè, dan staat er de vector m. Hè, dat is de vector om. De vector vanuit de oorsprong naar punt m. Is gelijk aan de helft van vector a plus vector b. Dit komt op hetzelfde neer. Maar ja, deze som zie ik met vectoren. Dus heb ik de neiging om het gewoon zo te doen. Oké, nou wat weten we allemaal? Punt b kennen we. Die is gegeven. 0,4. En punt A, dat staat hier in de som, de x-coördinaat van A is 2 en A ligt op de grafiek van FP. Dus de y-coördinaat van A, dat is FP, met daarin ingevuld 2. Dus het hangt op een of andere manier van P af. Laten we FP 2 even uitrekenen. Dat is 1 vierde keer 2 tot de vierde. Min 2 tot de derde plus 2p. Oké, nou 2 tot de vierde, dat is 16. Gedeeld door 4, dat is 4. Min 8, dat is dan weer min 4. Ik kom er niet bekend voor. Kijk, maar, ja, maar 2 tot de vierde is wel degelijk 16. Oké, nou misschien klopt het wel gewoon. Dus dan is die y-coördinaat 2p min 4. Oké. Dus nu hebben we A en B en dan M moet dan het middelpunt zijn. Maar wat was M? M is het snijpunt van de lijnen K en L. Dus lijn K heeft deze vergelijking, die is gegeven. En lijn L is de raaklijn aan FP in A. Oké, dus misschien moeten we gewoon even kijken of we de formule kunnen vinden van L. Als je de formule wil weten van een lijn, dan over het algemeen ga je dan zeggen van de richtingscoëfficiënt van die lijn. Hè, de algemene formule van de lijn is dit. I is AX plus B. En die A, dat is de afgeleide van die F in het punt 2. Dus we moeten eerst even de afgeleide van fp gaan opschrijven. Dat is x tot de derde min 3x kwadraat plus p. Ja, strikt genomen hebben we dit natuurlijk niet nodig, hè, want in de som is gegeven dat die lijn door a en b gaat.
Dus we kunnen ook gewoon zeggen van nou, ik heb een lijn door de punten A en B. Maar laten we het gewoon allebei even doen. Dus we gaan in die afgeleide, die ik dus hier heb opgeschreven, gaan we het getalletje 2 invullen voor de x. Dan kijken we even wat er uitkomt. En dan kunnen we checken of daar hetzelfde uitkomt als uit de richtingscoëfficiënt van de lijn door A en B. Daar komt hopelijk hetzelfde uit, anders klopt de som niet. Maar ik weet zeker dat de som wel klopt, want ik heb hem al een paar keer gemaakt. Dus 2 tot de derde min 3 keer 2 kwadraat plus p. Nou, 2 tot de derde is 8. En 3 keer 2 kwadraat, dat is 12. Dus dan kom ik uit op p min 4. Oké. Het is geen corona trouwens. Het is gewone verkoudheid volgens mijn test. Dus maak je geen zorgen. Nou. Dan kunnen we ook even gaan kijken wat de richtingscoëfficiënt is van het lijnstuk AB. Dat zou ook dit moeten zijn. De richtingscoëfficiënt van het lijnstuk AB is IB min IA. Gedeeld door XB min XA. Oké, nou IB dat was 4. IA hadden we net al uitgerekend, dat was 2P min 4. En XB min XA, nou XB is 0 en XA is 2. Dus hier staat 8 min 2P gedeeld door min 2. En als je dat doet, dan krijg je dus min 2P gedeeld door min 2, dat is P. En 8 gedeeld door min 2, dat is min 4. En je ziet, hey, deze twee dingen zijn hetzelfde. Dus je kan zowel de richtingscoëfficiënt van L berekenen door te zeggen van hij moet raken in A. Dat doe je met de afgeleide. Je kan ook zeggen, ja, maar er was gegeven dat die lijn door A en B zou gaan. En als je daarmee berekent, kom je uit op dezelfde richtingscoëfficiënt. Dus dat geeft de burger moed. Hè? Er gaat iets goed. Dat is altijd fijn. Oké. Nou, nu hebben we bijna die vergelijking van die lijn L. Maar we hebben alleen nog de richtingscoëfficiënt. Dus I is P min 4 keer X plus B. Maar B, dat was het snijpunt met de i-as. En het snijpunt met de i-as is gegeven in de som. Dat was 4. Dus de formule van die lijn L is gewoon P min 4 keer X plus 4. Als je 0 invult, komt er 4 uit. Als je 2 invult, dan komt er uit die 2p min 4. Ja, hij doet het. Mooi. Nou, en dan moeten we gaan kijken naar het snijpunt van die k en die l. Want dat moet dan het middelpunt zijn van die a, van dat lijnstuk ab. Dus snijpunt van k en l. Oké, nou snijpunt van twee lijnen. En dan ga je gewoon de formules gelijk stellen. Dus dan zeg je van nou, dan moet p min 4 keer x plus 4 gelijk zijn aan die formule van die L. En die was gegeven, lijn k, die was gegeven, dat is gewoon px. Dus dit lossen we op voor x. Kijken wat eruit komt. Goed, nou, p keer x, px. Min 4 keer x is min 4x. Plus 4 is px. Zeg, hey, de px vallen weg. Dat is mooi, er zit geen p meer in. Breng je die min 4x aan de andere kant. Dan staat er 4x is 4. Ofwel, x is 1. Maar meneer, wat is dan i? Nou, je kan de i berekenen door in één van de twee formules, die x is 1, in te vullen. Maar laten we het even met allebei doen. Dus als je het hier invult, dan is het gewoon p. En dan zeg je gewoon, dat is p keer 1. Dat is p. We doen het ook even in de iets moeilijkere formule. Dan staat er p min 4 keer 1 plus 4. Maar p min 4 keer 1 plus 4 geeft inderdaad ook p. Dus inderdaad, die m, het snijpunt van die twee lijnen, dat zit bij 1, p. Nou, maar is 1, p het midden van die AB? Nou, dan moeten we terugkijken naar onze formule voor het midden van die AB. Dit was het midden. Dus,
XA, de x-coördinaat van A, dat was 2. De x-coördinaat van B, dat was 0. Dat moet je door 2 delen. De y-coördinaat van A, dat was die 2p min 4. En die y-coördinaat van B, dat was 4. En dat moest je dan ook door 2 delen. Nou, en dan zie je dus dat dit wordt 1. Dit wordt p. Dus inderdaad, dit klopt met onze andere waarde voor m die we hadden gevonden, het snijpunt. Deze. Dus hiermee is aangetoond dat het snijpunt van die twee lijnen inderdaad het midden is van lijnstuk AB. Dus ja, een beetje aparte som. Het is een beetje apart omdat er heel veel dingen gegeven zijn die ze strikt genomen niet hoeven te geven. Maar het voordeel voor de examenmensen is dat als je heel veel dingen erbij geeft, dan hoef je daar geen punten voor te geven als die leerlingen dat doen. Ja. En het helpt jullie misschien een beetje. Oké, dat is som 6. Gaan we naar som 11. Ik ben blij dat er geen vragen waren over die verschrikkelijke wiskunde A-som met die bankenformules. Er is altijd een wiskunde A-som in het examen. Even kijken, 10. Oh, ja, ik moet hier naartoe. Oké. 11. Ah ja, even de som weghalen. De functies f en g zijn gegeven door bla bla bla. Ah, geen parameter. Op het punt, op grafiek van f ligt het punt p. Oh, wel een parameter. De helling van de grafiek van f in p is gelijk aan 1 gedeeld wordt op p. Oh, weer iets gegeven, zie je dat? Dat had je ook gewoon zelf kunnen uitrekenen met de afgeleide. De lijn door op snijdt de grafiek van g in punt q. De situatie is weergegeven in figuur 1. En dan zeggen ze, de helling van de grafiek van g in punt q is voor elke waarde voor p gelijk aan de helling van de grafiek van f in punt p. Oké, nou laten we zelf maar even een schets maken. Dus, je hebt twee wortelgrafieken. En die lijken heel erg op elkaar. Het is niet echt mooi getekend, maar... Dus het is echt niet mooi getekend, wacht even. Oké, zo'n wortel is gewoon een parabool op zijn kant, hè. Dus, en ze gaan altijd recht omhoog in het begin. Dat helpt ook altijd. Oké, dus zo. Dit is er één. En dit is er eentje die wat minder hard gaat. Oké, nou, dus nog steeds niet mooi. Maar net iets minder slecht dan waar we mee begonnen. Oké, die grote, dat is f. En f die had als formule 2 wortel x. En die g had als formule wortel 2x. En het helpt misschien om die wortel 2x gewoon even te zien als een wortel 2 keer wortel x. Dus die f die heeft een tweede voorstaan en die g die heeft een wortel 2 voorstaan. Dat is eigenlijk het verschil. Maar als je het schrijft als wortel 2x in plaats van wortel 2 keer wortel x, dan zie je dat minder goed. Nou, de helling, dus de f-accent in het punt p is gegeven... dat 1 gedeeld door wortel p is. Nou, dat weet je wel, want de afgeleide van 2 wortel x is 1 gedeeld door wortel x. He, want je hebt altijd 1 gedeeld door 2 wortel x, maar door die factor 2 die ervoor staat, valt die 2 in de noemer weg. Dus dat is mooi, dit was gegeven. En dan moeten we een uitspraak doen over eigenlijk de g-accent in dit punt. Maar we weten niet zoveel van dat punt. Het lijkt of dat het in het midden ligt of zo, maar dat moet je nog wel bewijzen. Dus hoe zou je dat kunnen aanpakken? Nou, in de tekst van de som staat de definitie van punt Q. Ze zeggen, de lijn door O en P snijdt de grafiek van G in punt Q. Dus als we gewoon die lijn maken, die OP, dan kunnen we hem snijden met de grafiek van G. Dan kunnen we de coördinaten van Q berekenen. Dus, komt-ie. De oorsprong is natuurlijk gewoon 0,0. Dat punt P heeft als x-coördinaat P en als y-coördinaat 2 wortel P. Dat is ook gegeven in de som. Dus de richtingscoëfficiënt is de wortel 2P min 0 gedeeld door P min 0.
Dus dat is 2 wortel p gedeeld door p. Je zou dit nog kunnen schrijven als 2 gedeeld door wortel p. Dus die lijn, die geen naam heeft, ik noem het even lijn k, heeft als formule i is 2 gedeeld door wortel p keer x. En die wil ik snijden met g. Dat moet ik oplossen. 2 gedeeld door wortel px is gelijk aan de formule van g. En dat was wortel 2x. En dan moet ik gaan zeggen wat x is. Dus nou, een hoop wortels. Vervelend. Ik heb hier zo'n breuk, daar zit ik ook niet op te wachten. Dus laten we alles even vermenigvuldigen met wortel p. Dan staat er 2x is de wortel van 2xp. Ja? Want als ik dit keer wortel p doe, kan ik het net zo goed onder de wortel zetten. Nou, dit kan ik kwadrateren. Dan staat er 4x kwadraat is gelijk aan 2xp. Dan moet je 2xp naar de linkerkant brengen. Dan staat er 4x kwadraat min 2xp. Is 0. Nou, dan kunnen we wat zooi buiten haakjes halen. Bijvoorbeeld factor 2 en de factor x. Dan houden we over 2x min p is 0. En dat heeft dan twee oplossingen. Namelijk x is 0 of 2x is p. Ofwel x is een half p. Aha! Dus de x-coördinaat van q is gewoon een half p. Dat dachten we al. Maar nu hebben we het uitgerekend. We hebben het snijpunt berekend van deze lijn en die g. Dus nu moeten we alleen nog eventjes de afgeleide van g bepalen in het punt met een half p. Kunnen we dat? Ja. We moeten nog even kijken naar de afgeleide van de wortel. Jullie weten dat de afgeleide van de wortel gelijk is aan 1 gedeeld door 2 keer de wortel. Dat kan je laten zien. Door op te merken dat wortel x eigenlijk gewoon x tot de macht een half is. Dus dan komt die halve voor, bovenin gaat er eentje af, reken, kom je hierop uit. Maar dit mag je ook gewoon uit je hoofd leren, hoewel je dit natuurlijk wel moet kunnen, hè? 6 VWO wiskunde B. Oké, maar hier in de wortel staat niet x, maar 2x. Dus dan heb je de kettingregel nodig. En de kettingregel doe ik altijd zo. Kijk, je weet wat de afgeleide is van de wortel van x. En daarom weet je nu ook wat de afgeleide is van de wortel van iets. De wortel van iets heeft als afgeleide 1 gedeeld door 2 keer de wortel van iets. Maar omdat het iets is, moet je ook nog vermenigvuldigen met de afgeleide van iets. Dus de afgeleide van de wortel van 2x is gelijk aan 1 gedeeld door 2 keer de wortel van 2x keer de afgeleide van wat erin zit. Dus dat is het gewoon 2. Dus die 2 vallen weg. Oké, dus en dit is je g accent x. Nou, dan gaan we die g accent even uitrekenen bij x is een half p. Dus dan staat er 1 gedeeld door de wortel van 2 keer een half p. Nou, 2 keer een half is 1. Dus dit is gewoon gelijk aan 1 gedeeld door wortel p. En dat wilden we. Want hij moest gelijk zijn aan die helling van f in het punt p. Dit was punt p, dit was punt q. Misschien had ik dat er meteen erbij moeten zetten. Mooi, hè? Dus ja, een beetje ver gezocht weer. Maar ja, op zich, je krijgt er dan wel weer 6 punten voor. Veel meer punten dan dat gedoe met dat midden en die lijnen. Dus ja, het is niet altijd helder. Hoe dat zit. Er wordt altijd wel goed over nagedacht, hoor. Maar als je ergens goed over nadenkt, wil niet zeggen dat de uitkomst altijd logisch is. Oké, nou, dan was er ook nog een verzoek om even te kijken naar som 15. En dat is ook een leuke som. Even kijken. We hebben een lijn door de oorsprong. Weer een lijn door de oorsprong. Dus dit is de derde keer dat het een lijn is door de oorsprong. Vandaag, bij deze drie sommen. Een lijn K gaat door de oorsprong O en maakt een hoek alpha met een positieve x-as met alpha tussen 0 en 90 graden. Oké. De richtingscoëfficiënt is dan de tangens van de hoek. Weet je nog? Oké. Op de positieve x-as ligt het punt M zo dat de cirkel met middelpunt M en straal 1 de lijn K raakt.
Punt A is het raakpunt en hoek OAM is dus 90 graden. Ja, dat is leuk dat ze dat erbij geven. Maar inderdaad, de hoek tussen de straal van de cirkel en een raaklijn is altijd 90 graden. In figuur 1 is de situatie van een bepaalde waarde van alfa weergegeven. De coördinaten kunnen worden uitgedrukt. De coördinaten van A kunnen worden uitgedrukt in alfa. Bereken de waarde van alfa waarvoor xa is een half. Geef je eindantwoord in hele graden. Oké, tijd voor een schets. Dus je hebt de x-as en de y-as. Dus meestal kun je, als je een schets wil maken, kun je veilig daarmee beginnen. Dan heb je hier een of andere rare lijn met een hoek alfa hier. En dat raakt dan aan een cirkel. Zo. Met middelpunt M en straal 1. En dan is er gegeven dat de x-coördinaat van dit punt een half is. Ja, en wat is dan de y-coördinaat van het punt? Weten we dat ook? Wat weten we hier eigenlijk? Het lijkt alsof we niet zo heel veel weten. We moeten natuurlijk een slimme opmerking maken. Oké. Nou, laten we maar eventjes een onbekende introduceren. Zullen we alfa nemen als onbekende? Kijken wat we dan allemaal kunnen zeggen. Dus ik ga gewoon maar wat dingen die ik weet in die alfa uitdrukken. Hè? We hebben natuurlijk hier een rechthoekige driehoek. Als je een rechthoekige driehoek hebt, dan kun je de sinus, cosinus, tangens doen. Dus bijvoorbeeld OM, dat is de schuine zijde van die driehoek. Overstaand gedeeld door schuin is de sinus van alfa. Dus de overstaande is 1. De schuine is OM. En dat is de sinus van alfa. Oké. En dat, zoiets kunnen we ook doen voor OA. Want overstaand gedeeld aan liggend is de tangens van alfa. Dus 1 gedeeld door OA is tangens van alfa. Maar de tangens van alfa is ook de richtingscoëfficiënt van die gekke lijn OA. En er is nog een manier om de richtingscoëfficiënt van die OA te vinden. Want je hebt ook hier een rechterhoek natuurlijk. Hè? Je hebt ook dat als ik dit punt eventjes P noem, want de projectie van A op de x-as P, dan weet ik dat als ik doe AP gedeeld door OP, dat is ook de tangens van alfa. En die OP die is gegeven, dus AP is gelijk aan OP keer de tangens van alfa. Kijken of ik het goed zeg. Denk het wel. Dus een half keer de tangens van alfa. Oké. En in deze driehoek kan ik natuurlijk ook iets zeggen over die OA. Want die OA, de sinus van alfa, is gelijk aan overstaand gedeeld door schuin. Dus dat is die AP, die me op zich niet zelf interesseert, want die weet ik helemaal niet. Maar ja, het is een half tangens alfa, oké. Gedeeld door die schuine, dat was OA. Oké. Schiet ik hier wat mee op? Want ik ben gewoon een beetje random dingen aan het opschrijven die ik weet. Maar op dit moment heb ik eigenlijk geen idee van of dit wel ergens toe leidt. We weten die AP en we weten die OA. Kijk, want OA. 1 gedeeld door OA is tangens alfa, dus
OA is 1 gedeeld door de tangens van alfa. En die AP was een half keer de tangens van alfa. Dus dat kunnen we dan invullen. Ik geef toe dat dit niet echt een hele gestructureerde aanpak is, hè? Maar als je problemen oplost, dan probeer je gewoon wat. En dan, ja, hopelijk leidt het dan tot iets. En als het dan tot niks leidt, dan probeer het nog een keer op een andere manier. En uiteindelijk lukt het. Want het zijn examensommetjes, die hebben in principe allemaal een mooie oplossing. Even kijken. 1 gedeeld door de tangens van alfa. Nou ja, ik heb in ieder geval een vergelijking. Want dit kan ik boven en onder vermenigvuldigen met de tangens van alfa. Dus dan staat er dat ik wil dat de sinus van alfa gelijk is aan de helft van de tangens kwadraat van alfa. Moet het exact? Nee. Oké, dat scheelt. Dus kunnen we dit misschien gewoon oplossen? Weet ik veel. Laten we het proberen. Zet de rekenmachine op radialen. Hè? Als je werkt met... weet ik niet. Nee, laat hem gewoon lekker op graden staan. Als je sinus en cosine zo gaat differentiëren, moet die zeker op radialen staan. Maar hier maakt het niet zoveel uit. En ik denk dat het mooi is om hem op graden te hebben. Kunnen we ons tenminste wat voorstellen bij de antwoorden. Dus sinus van x en de helft van het angstkwadraat van alfa. Oké, nou die x, die alfa, die was tussen 0 en 90 graden, dat was gegeven. En die sinus zit tussen 0 en 1 en die tangens die explodeert overal heen. Dus als ik mijn y zet van 0 tot 2, zou ik in ieder geval wel verwachten een snijpunt te zien. Dit is de sinus. En dit is die half tangenskwadraat. Nou, je ziet inderdaad dat het een snijpunt heeft. Dus we hebben straks in ieder geval een antwoord, maar dat moeten we dan nog even controleren. Hoe schrijf je dit op? Nou, dan zeg je I1 is sinus x. En I2 is een half tangens x in het kwadraat. Waarbij het kwadraat buiten de tangens staat. En mensen zeggen ook wel eens tangens kwadraat x. En dan zeg je calc intersect geeft calc intersect geeft, weet ik veel, dan moeten we dat kijken. Dat is 51,33 graden of zo. En het moest op hele. Dus x is 51,3 puntje graden. Dus alfa is 51 graden. Oké, nou ik vertrouw dit eerlijk gezegd nog niet helemaal. Dus we gaan eventjes gewoon uitrekenen wat alles is als alfa is 51 graden. Gewoon even om een gevoel te krijgen van dat we niet gestoord zijn. Dus komt ie. Ik heb hier die lijn door de oorsprong. En deze hoek, die is nu die 51,3 puntje graden. Oké. Dan heb je hier die rare cirkel. Zo, die heeft straal 1. En nou, omdat dit straal 1 is, kunnen we nu die zijdes gaan berekenen allemaal. En dan hopelijk komt dat dan goed uit. Dus deze zijdes. Nou, ik wil gewoon weten wat de x-coördinaat is van A. Hè? En de x-coördinaat van A, daarvoor moet ik in dit driehoekje werken. Eigenlijk is het gewoon dezelfde schets die we net hadden, maar nu heb ik een specifieke hoek in gedachten die erbij hoort. Dus als ik eerst die OA even ga uitrekenen, hè? Dat gaat met tangens van deze hoek. Want 1 gedeeld door OA is de tangens van deze hoek. Dus dan zeg je 1 gedeeld door OA, AO moet je eigenlijk zeggen, want dan moet ik op alfabet, is tangens
van die gekke hoek. Die ga ik even in mijn rekenmachine opslaan trouwens. Want hij zit nu in x. Die sla ik even op in a. Kan ik ermee rekenen. Dus de tangens van die 51,3 graden. Dus AO is 1 gedeeld door die tangens. Oké, dat rekenen we even uit. Dus 1 gedeeld door de tangens, die A. En dat is 0,8. Dat komt uit ongeveer op 0,8. Dus dit is 0,8. Oké, maar als dit 0,8 is, dan kan ik dit stukje berekenen met de cosinus in de kleine driehoek. Hé, ik heb in mijn uitwerking de hele cosinus niet gebruikt, dus misschien heb ik het moeilijk zitten doen en is er een kortere uitwerking met de cosinus. Maar goed, dus dit punt hadden we P genoemd, dus dan zeggen we de cosinus van die 51,3 graden is de aanliggende, dus OP, gedeeld door die schuine en dat was iets van 0,8. Dus dat sla ik, die 0,8 sla ik even op in B, zo. Uiteindelijk wil ik die OP berekenen. Die OP moet een half zijn. Dat is mijn doel in het leven. Dus ik hoop dat niet dat ik als hoogte de half heb genomen hier. Vast niet, maar anders komen we achter. Dus oké. Dus OP is 0,8 keer de cosinus over aanliggend gedeeld schuin, ja, oké. De cosinus van die 51,3 graden. Oké, nou, ben benieuwd. Oké, de cosinus van die hoek. Dat is dit. Als ik dat doe keer 0,8, of keer die 0,8 nog wat die ik in B had gedaan, kom ik uit op een half. Hey. Oké. Ja. Dat was de bedoeling. Hè. Ze zeggen bereken voor welke hoek die x-coördinaat van het punt een half is. Dus ik heb toen een waarde gevonden. Dat heb ik een beetje beredeneerd. Eigenlijk heb ik gewoon gelijkvormige driehoeken gebruikt. Maar ja, als je goniometrie doet in rechthoekige driehoeken, dan doe je eigenlijk niets anders dan gelijkvormige driehoeken gebruiken. Het enige waar je zelf nog even over zou kunnen nadenken, is hoe het komt dat ik hier opeens iets met een cosinus doe. En dat het dan opeens makkelijker lijkt en dat ik hier niks met een cosinus heb gedaan. Dus misschien kan je deze uitwerking, hè, je vergeet dit gewoon allemaal. Je gaat de som nog een keer maken. En dan ga je kijken van, of je misschien een cosinus tegen kunt komen. En misschien wordt de uitwerking daar wel makkelijker van. Dus dan heb je zelf nog iets te doen. Dus dat was leuk. Dat waren drie leuke sommen. Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Yeah. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.